Kijk, het is heel sexy om wetenschap te verkopen. Oh ja? Ja, lekker. Ja, dat is een mooie. Zeg dat nog eens in deze podcast. Ja. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over special guest Teun van Erp, wetenschapper in het wielerpeloton. Meten is weten. Wetenschappelijke kennis is de laatste jaren niet meer weg te denken uit het moderne professionele wielrennen. Teun van Erp stond als een van de eerste aan de wieg van deze revolutie en recent maakte hij een droomtransfer naar het team van Ineos Grenadiers. Hoe zorgt hij dat wielrenners slimmer kunnen presteren? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Goedemorgen. Goedemorgen, Gerrit. Leuk je hier weer te treffen. Ja. Nieuwe vrijdag, nieuwe aflevering. En wederom met een hele bijzondere gast dit keer. Deze gast ben ik best wel trots dat we hem hebben. Ik want ook. Zijn naam is al regelmatig gevallen hier in de podcast. Een beroemd wetenschapper, Teun van Erp. Ja. Voor de mensen die al die andere afleveringen dat we het over hem hadden hebben gemist. Hoe stel jij Teun van Erp voor? Hoe introduceer je Teun is, ja, is natuurlijk de rockstar een beetje van de bewegingswetenschappen. Als je ziet waar hij terecht is gekomen. Hij heeft denk ik, dat is de droom van iedereen die bewegingswetenschappen gaat doen. Om uiteindelijk met topsporters te gaan werken. Nu chargeer ik natuurlijk een beetje. Hij is ooit begonnen bij Skill Shimano, denk ik, Sunweb. En hij is voor mij een hele mooie bron van artikelen voor input. Omdat hij gewoon vermogens heeft gepubliceerd. Onder andere van Tom Dumoulin. Mm-hmm. Nou, dat is iedereen wil die wel weten. Van Marcel Kittel. En wij hebben hem regelmatig verwijzen wij naar een van zijn artikelen. Als het over vermogensmeter gaat. De eerste van ons. Of over de weerstand tegen vermoeidheid. Dus ik ben, ik vind het ontzettend leuk, aap trots om hem nu eens live in onze podcast te hebben. Juist, Teun, goedemorgen. Goedemorgen, Teun. Goedemorgen. Hey, wat leuk om er te zijn. Ja, live uit Brabant ben je bij ons aanwezig. Nou ja, virtueel in dit geval. Goed om je stem te horen. Voor de mensen die het even gemist hebben, je bent actief. Je was actief bij Sunweb, nu bij Ineos. In wat voor rol? Wat ga je daar doen? Mijn rol bij Ineos is eigenlijk een beetje hetzelfde als bij Sunweb. Bij Ineos noemen ze trainer scientist. Het idee is echt om de trainers te ondersteunen met data en met wetenschappelijk onderzoek. Maar de rol is vrij open nog, zeg maar. Dus ik kan hem redelijk zelf invullen naar wat ik wil doen, zeg maar. En betekent dat, want jij doet dit sinds 2 maanden of zo, ben je officieel aangesteld? Half juli. Okay. Dus het idee was om nu de eerste 3 maanden eigenlijk iedereen te leren kennen, mee te gaan naar wedstrijden en kijken hoe alles gaat. En dan vanaf volgend jaar echt, vanaf nu zeg maar, het nieuwe seizoen, echt input geven. Is ook gebeurd? Ben je meegegaan? Ken je iedereen inmiddels? Oh, ik ken nog niet iedereen, want de ploeg is groot, maar ik ben naar meerdere wedstrijden geweest. Burgos, Pinkbank. Die heet anders Benelux. En Vuelta 1 dagje, maar ik had een positieve COVID-test. Vals positief. Ik ben bij veel dingen geweest, ja. En gisteren toevallig bij Surf's Cruise geweest in België, dus leuk. Maar je noemt het al, het is een grote ploeg. Ja, ik heb tegenwoordig geen idee meer van over hoeveel renners heeft het en hoeveel staf heeft zo'n Ineos.
Wij hebben 32 renners, volgens mij. Of ja. 33. Maar we hebben één of twee die doen ook nog andere sporten. Triatleet hebben we. En volgens mij is 60, 70 man personeel vast in dienst. Dus wow. Dat is wel echt veel. Ja. En is het waar wat Jurgen zegt? Is het living the dream wat jij aan het doen bent, Teun? Ja, denk ik wel. Wel een beetje, ja. Vooral bij Ineos merk ik wel echt dat er heel veel mogelijkheden liggen om dingen te doen. Dus dat vind ik vooral heel belangrijk. Hoe hebben ze jou zo gevonden? Heb jij een hele sollicitatietraject moeten afleggen? Hoe gaat dat eigenlijk daaraan toe? Ja, in dit geval was het echt dus een vacature met sollicitatie. Dus ik heb... Dat gebeurt niet heel vaak, want wat je heel veel ziet is dat die ploegen vaak via en op die manier werken. Maar dit was echt de vacature die half februari online kwam, denk ik. Ja. Dus ja. Volgens mij hebben er 100 of zo meer gesolliciteerd, want ik heb er al 5 tot 10 ontmoet die ook al gesolliciteerd, denk ik. En die kijken jou jaloers aan. Oh, jij bent het geworden. Want ze hebben er één aangenomen en dat ben jij. Ja, precies. Ik denk dat ik heel veel... Ja, ik wou zeggen geluk, maar ik denk dat met mijn cv, omdat ik de praktische ervaring had en de wetenschappelijke achtergrond, dat gewoon echt... Die combinatie hebben niet superveel mensen in het wielrennen. Dus ik denk dat dat vooral één van de redenen was, ja. Nou, dat is een mooi draadje, want ik was eigenlijk wel verrast dat jij opnieuw in het wielrennen stapte, of in ieder geval bij een ploeg. Want de laatste keer dat we elkaar gezien hebben was jouw promotie aan de VU. Waarbij je eigenlijk de set van data die je vergaard had in de jaren dat je bij Sunweb en Skill Shimano zo werkte. Daar hebben we het zo nog wel over. Die had je mooi in een proefschrift gegoten en dat verdedigd. En toen vertelde je dat jij naar Zuid-Afrika bent gegaan. En ik dacht van, die gaat zich definitief aan een universiteit vestigen. Toch niet, wat is er gebeurd? Nou, ik weet ook niet of ik per se de ambitie had, om echt bij een universiteit voor langere tijd te werken. Maar ik wilde gewoon echt heel graag iets anders doen en iets van de wereld zien. Mm-hmm. En ik kwam dus Robert Lambers tegen een jaar daarvoor. En die bood me deze kans. Dus was eigenlijk ideaal. En ik had altijd gezegd, dus voor 1 jaar dan ga ik terug naar Nederland. Door COVID hebben we er 1,5 jaar van gemaakt. Ja. Bijna 2. Maar het idee, dat is er eigenlijk gebeurd. En toen kwam die vacature. En weet je wat het is? Als je alleen in de praktijk werkt, dan denk je, wetenschap is wel leuk. En als je alleen in de wetenschap werkt, dan denk je, praktijk is eigenlijk ook wel leuk. Dus toen kwam die vacature van Ineos. Ja, toen kon ik eigenlijk niet solliciteren. Want het leek alsof ze mijn cv hadden gepakt en een vacature hadden geschreven. Dus ik dacht, die kans moet ik gewoon nemen of wagen. Ik vroeg me af, hoeveel trainer scientists heeft dan Ineos? Of ben je een unieke vacature? Ja, jij bent de eerste. Oké. Okay. Ja, eentje. Dus we hebben dus echt een data scientist. Ja. En we hebben mensen op materiaal, zeg maar. Ja. Oké. Okay. En dan alleen, een x-aantal trainers. Hoeveel trainers zijn er? Vijf volgens mij hebben we er nu. Ja. Nee, bij ons, bij Sunweb was het echt helemaal in hokjes, zeg maar, een soort van. Dus trainer die alleen maar traint. En hier hebben we ook een trainer die doet dan bepaalde wedstrijden. En dus het is meer een mix ook. Ah, oké. Okay. De bedoeling van de trainer scientist is dat jij de wetenschappelijke kennis naar de trainingen toebrengt. En naar de atleten toebrengt, stel ik me zo voor. Ja, daar komt het eigenlijk op neer, ja. Nou, tof, want dat is precies wat wij met deze podcast ook doen. Wij proberen wetenschappelijke inzichten te vertalen, maar dan niet naar topsporters, maar ook naar amateurs. Mensen die graag wielrennen of sneller willen wielrennen. En misschien moeten we toch maar even nu stilstaan bij aflevering 1, waarin we op basis van mede jouw onderzoek toch aardig wat mensen tegen de haren hebben ingestreken door meteen maar af te trappen met de verklaring dat vermogensmeters op de fiets voor amateurs onzin zijn. Nou, inmiddels hebben we al 2, 3, voordat ze meteen weer mensen rode vlekken krijgen, hebben we in 2, 3 afleveringen daarna toch echt wel daar wat nuance in aangebracht. Maar ja, nu zijn we dan bij de bron. Teun, toch wel leuk om met jou dat ook even af te pellen nog, dunnetjes over te doen. Dat onderzoek, daarin had jij de RPE, hè, de mate van ervaren inspanning, vergeleken met vermogensdata. En wat was jouw conclusie toen?
Ja, mijn conclusie was toen dat eigenlijk alle loodmaten heel goed correleren met elkaar. En lood is belasting, hè? Dan de lood is dus de belasting, ja. Dus je kan eigenlijk... dus je hebt volume is kilometers en de duur. En dan lood is eigenlijk een combinatie van de intensiteit en de duur. Mm-hmm. Dan krijg je een belastingsmaat. En ja, dat was mijn conclusie was, als je puur naar belastingsmaten kijkt, dan zou je kunnen zeggen dat API maal het aantal minuten, dat het eigenlijk hetzelfde weergeeft als TSS en kilojoules. Dat klopt. Ja. Maar het is natuurlijk wel een stuk genuanceerder dan dit. Want even dan toetsen. Adviseer jij nu, bij Ineos, we hebben gezegd, daar kun je niet te veel over zeggen, maar adviseer jij dan nu ook andere amateurs dan in ieder geval, joh, zo'n vermogensmeter, je kan prima zonder, want je voelt zelf wel aan wat een harde, zware training is, of wat een zwaar blok is, ja of nee? Ik denk dat alles valt en staat met hoe serieus je wilt trainen. Dus mm-hmm. ik heb zelf geen vermogensmeter, maar ik ga gewoon met vrienden een stukje fietsen en ik wil zondagochtend iets doen, zeg maar, en dat is het. Ja. En ik denk dat je dan niet per se een vermogensmeter nodig hebt. Als je wat serieuzer traint en je wil echt met blokjes trainen of echt op zones trainen, dan is een vermogensmeter wel sowieso wel heel goed, omdat de vermogen eigenlijk constanter dan hartslag. Hartslag is heel erg beïnvloedbaar met wat er bijvoorbeeld buiten gebeurt, of dat je koffie hebt gedronken of dat je vermoeid bent. Plus met je vermogensmeter kun je heel goed in de gaten houden of je verbetert en op welke punten je verbetert. Dus als jij serieus wilt trainen, dan denk ik dat de vermogensmeter wel echt van toegevoegde waarde kan zijn. Ja, en dan zaten wij denk ik toen in aflevering 1 op die grens, jij en ik, zeg ik dan, Jurgen, tussen mensen die het leuk vinden om recreatief regelmatig te wielrennen versus echt beter worden. En daar zit dan ook de nuance. En volgens mij hebben wij onlangs in de aflevering over mijn marathon ook gezegd, er is een hele hoop te winnen. Ja. Gewoon in basis trainen, ja. Uren maken voordat je aan dit soort gadgets natuurlijk moet komen. Ja. Nee, maar het is, ik ben het wel met je eens. Wij hebben het ook een keer over het vermogensprofiel gehad. En het feit, ik moet zeggen, die tijd in Zuid-Afrika, daar heb je wel flink goed besteed om allerlei data die je nog had liggen, om die neer te schrijven. Want er zijn best wel een boel artikelen verschenen. Ja. En hulde denk ik voor de transparantie. Want dat is meteen ook een vraag die ik heb. Hoe moeilijk, er wordt altijd toch aan de ene kant gedacht van, dat is best wel geheimzinnig. Hè? De vermogensdata van de verschillende wielrenners, die worden niet zo snel gedeeld. Aan de andere kant, jij doet dat gewoon. En in het geval van Kittel of van Dumoulin, die werden ook met naam en toenaam genoemd. Verschilt dat nogal tussen wielrenners, tussen ploegen? Hoe kijk jij daarnaar? Ik denk dat vooral de ploegen bang zijn. Dus ik heb qua wielrenners, ik denk dat ik misschien wel 50 tot 70 wielrenners toestemming heb gevraagd. Mm-hmm. Die groep heb ik wel beloofd trouwens om alleen maar groepsgemiddeldes te gebruiken. Ja. Dus je ziet daar heel veel van mijn studies, zie je geen individuele data. Klopt. En volgens mij van die 70 heeft er misschien 1 of 2 nee gezegd. En dat komt eigenlijk meer omdat ze niet zo goed begrijpen wat wetenschap is. Ik heb niet het idee dat ze nee zeggen. Ja, ze denken dan dat ze toestemming weggeven voor heel hun data en dat ik dan alles aan mee kan doen, zeg maar. Dus het is eigenlijk een beetje, maar 1 of 2 hebben er nee gezegd en de rest heeft allemaal ja gezegd. Allemaal prima. En ik heb vooral een beetje het idee dat de ploegen er vaak wat moeilijker over doen. Die zijn heel erg bang. Die zijn heel erg bang om iets weg te geven aan de concurrent. Ja. Zo, ja, maar dat is eigenlijk best wel apart. Omdat, met een beetje iemand die een beetje verstand van zaken heeft. En volgens mij ga je binnenkort, komt er een artikel uit of is inmiddels uit, waar je volgens mij met een x-aantal collega's, wetenschappers, ga je gewoon eigenlijk de benchmarks opschrijven van hoe kom je in de top van het wielrennen terecht? Wat maakt je een goede klimmer? Wat maakt je een goede sprinter? Ja, en daar komen gewoon de getallen uit die waar we het ook regelmatig over gehad hebben. De pak een beetje 6 watt per kilo berg op minimaal 20 minuten of zo. Ik noem eens iets in die geest. Dus ja, ergens is het ook wel, het zal geen verrassing zijn dat een Tour de France winnaar of iemand die hoog oog in het klassement gooit, dat die zulke waardes haalt. Dus nee. Dat vind ik een beetje gek. Of zit hem dan meer in het feit van ze willen hun kilogrammen niet prijsgeven of iets dergelijks. Want de vermogens, die kan iedereen eigenlijk invullen.
Ja, de vermogens kan iedereen invullen. Plus als jij als ploeg hoog meedoet, dan weet jij die vermogens al. Want jouw renners doen dat ook, zeg maar. Ja, ja. Het is niet zo dat als Tom een etappe wint en hij doet 6.3. Ja, dan of Tom wordt vijfde op 10 seconden. Ja, dan heeft die koploper ook 6.3 ja. of 6.4 gedaan. Ja, ik bedoel, dat is geen geheim dan. Nee. Dus ja, ik weet niet precies. Of ja, ik weet niet hoe het zit met de ploeg of waarom ze... Ik denk dat er een beetje ook angst is voor... misschien het onbekende of ja, wat ermee gebeurt. Terwijl, de data is vooral heel interessant voor coaches die op een lager niveau acteren. Want die hebben juist niet die informatie. En die weten dus, die kunnen niet aan hun renner vertellen... of voordat die publicatie uitkwamen, kunnen ze niet aan hun renner vertellen van... oh, jij doet 5 watt per kilogram, dat is ongeveer zo goed. Ja, klopt. Dus voor hen is het heel waardevol. Ja. Maar ik begrijp niet zo goed waarom de ploegen daar vaak wat moeilijker over doen. En bij Tom en Marcel heb ik nog individueel toestemming gevraagd, Kittel. Ja. En dat was eigenlijk ook allebei prima. Met Kittel heb ik wel gewacht totdat hij met pensioen was trouwens, maar goed. Ja, want ik wou zeggen, willen ze er nog wat voor terug? In de zin, ik kan me voorstellen, als ik zo'n jonge amateuze wetenschapper aan mijn fiets heb staan... en zegt, nou, mag ik even al jouw data, dan ga ik even lekker analyseren. Dat ik dan, nou, zeker een Tom, kan ik me zo voorstellen, die zegt, Teun... dan vertel mij ook maar dit of dat. Hè. Is daar nog uitwisseling met hun? Met Tom, toen werkte ik voor nog steeds voor de ploeg. Ja, we hebben er wel over gehad wat erin kwam en wat de data zou zijn. En met Marcel, die heeft echt... Ik bedoel meer wat jij daar dan uithaalt. Zijn zij nog benieuwd naar wat jij daar dan in vindt? Ja, Marcel vond het echt super interessant. Vooral omdat ik de ethics-tactiek ten opzichte van de... Van onze tactiek had. Dus die twee sprinttreintjes. Ja, dat is een beetje lastig uit te leggen. Ja, kun je wel kort even schetsen. Ja, inderdaad. Dat heb je onderzocht. Het was een hele leuke studie, vond ik. Ik had 2 jaar data van Marcel van Skill Shimano. Of Argo Shimano, hoe het toen ook heet. En we hadden gewoon in de Tour de France 1 doel. En dat was met Marcel Kittel de sprint winnen. Dus we hadden 7 man in een sprinttrein. Tom Veles als ene laatste. En dan Marcel Kittel en dan sprinten. En hij heeft daarna 2 jaar voor Ethics gereden, voor Quickstep. En die hadden Dan Martin voor het klassement. Dus die hadden eigenlijk 3 mannetjes voor Marcel. En dan 3 mannetjes om Dan Martin te helpen. Dus zijn sprinttrein was veel kleiner. Waardoor je dus 2 verschillende tactieken krijgt. Dus wij reden echt in de laatste 3 kilometer voor het peloton. Mm-hmm. Echt ervoor, terwijl Marcel met Quickstep nog steeds in het bolletje zeg maar zat. En dat heb ik helemaal geanalyseerd. Wat is nu het meest efficiënt qua vermogen... en qua positionering en zo. Ja. Dat vond hij echt super interessant. En wat kwam eruit? Er kwam uit dat onze tactiek, dus met deels een sprinttrein, kost eigenlijk meer energie. Maar je zit op een veel betere plek, waardoor je op 30 seconden voor de streep, dus dat is ongeveer 500 meter, je sprint is veel korter, zeg maar. Dus je hoeft echt alleen maar 15 seconden explosief. Terwijl bij Quickstep moest hij op 30 seconden heel veel plekken goed maken, waardoor die sprint heel lang werd. Plus, hij zat vaker achter valpartijen en zo. Dus wij hadden 80% succesratio, waarbij die won. Bij Quickstep was het iets van 60% volgens mij. En Teun, toch even de wetenschap-filosofische vraag. Waarom heb ik hier wetenschap voor nodig? Want deze uitkomst klinkt iets wat ik ook kan beredeneren op basis van koersinzicht. Ja, beetje wel. Alleen nu heb je dus echt het bewijs dat het zo is. Terwijl vaak wordt in de praktijk worden dingen aangenomen, terwijl je niet zeker weet of het zo is, zeg maar. Ja, en bijvoorbeeld dat vermogen, dat het zoveel zou verschillen in vermogen tussen die treintjes, dat wist ik niet. Of dat had ik niet verwacht. Plus je kan, omdat je die inzichten krijgt, daar ook weer je tactiek op aanpassen. Dus ik zou bijvoorbeeld met een sprinter die heel hoge 30 seconden heeft, is bijvoorbeeld die tactiek in dat bolletje beter dan voor iemand die heel kort explosief is. En een relatief groot verval heeft van 15 en 30 seconden. Ja, kijk, nu maak je hem concreet. Ja. Precies. Dus dan kun je je renner typeren en op basis daarvan je teamtactiek verfijnen. Kijk, dat doe je goed. Doe je goed. Maar dit... Sowieso, hè, wat Jurgen zegt al, je bent lekker productief geweest in Zuid-Afrika. Wat zijn voor jou nou verrassende studies geweest, dingen die je hebt gepubliceerd of gevonden waar je denkt, dit is nou echt, daar was ik zelf ook verbaasd over. Deze dus, ja, nu al eentje. Ja. Ja, deze vond ik echt heel leuk. Die van Tom, vooral verrassend. Ik heb uiteindelijk
gemoduleerd, zeg maar, het vermogen op de slotklim en waarvan dat afhankelijk is. En wat er heel vaak gebeurt op Twitter en op social media, worden de vermogens of de tijden worden gepubliceerd. En dan wordt er gezegd, deze renner had een goede dag of slechte dag op basis van puur alleen dat getal. Alleen Tom kan dus 20 minuten een klim winnen met 5,5 watt per kilogram, maar ook met 6,3 of winnen of finishen. Mm-hmm. En er zit 0,8 verschil in, wat echt heel veel is. Ja. En dat heeft dus alles mee te maken wat er voor de etappe gebeurt. Dus je kan niet op basis van de vermogen alleen zeggen hoe goed de renner op dat moment was. Omdat de intensiteit voor de slotklim echt super belangrijk is. Dus dat vond ik wel echt een... Ja. Want dan, om het even goed te begrijpen, die 5,5 of die 6,3 is een vermogen van watt per kilogram over de hele wedstrijd, zeg je dat dan? Nee, wel over die klim, toch? Ja. Ja, en hoe heeft dan het verloop van de koers voor de klim daar dan zo'n grote invloed op? Dus als hij heel veel... Dus als het heel rustig is en heel rustig, gewoon duur. Ze zijn zo goed duur getraind dat ze eigenlijk niet meer vermoeit, Alleen dus als de wedstrijd heel veel klimmetjes heeft, heel intensief is of heel vroeg al explodeert, dan moeten ze heel veel heel hoge intensiteiten doen. En dan zie je dus ook echt dat vermogen op de slotklim omlaag gaan. Ja, precies. Dus dat is ook dat stukje weerstand tegen vermogen waar je natuurlijk... Tegen vermoeidheid. Maar ik denk dus, in die paper kon ik het, of in dat onderzoek kon ik het wel moeilijk uitspitten, maar ik denk dus dat er een verschil zit tussen de duur en de intensiteit. Ik denk dat er een duursporter zoals een renner veel meer vermogen verliest met hogere intensiteiten dan met duur. Ja. Ja. En is dat iets wat je wellicht nog gaat onderzoeken? Daarvoor moet u weer blijven volgen natuurlijk, ongetwijfeld. Ik ga dat niet onderzoeken, maar ik was toevallig op een congres in september. Science and Cycling heet dat. Mm-hmm. En daar was een collega onderzoeker. En die is met de studie bezig die precies dit gaat onderzoeken. Het verschil tussen duur en intensiteit dan. Ja. Ik ben wel met de PhD-student een soort gelijk onderzoek wel aan het doen. Naar vermoeidheid. En help me nog eens hoe je dat net mooi deed bij dat sprintonderzoek. Vertaal dat nu weer eens terug naar de praktijk. Welke keuzes gaan we maken als we dit beter begrijpen? Welke keuzes gaan we maken? Je zei net bij die sprinter, werd die heel concreet. Dan toes je je profiel. Je zou dus bijvoorbeeld zo'n profiel van al je renners kunnen maken. Mm-hmm. Dat was mijn... En als je dan ziet van deze renner of van je concurrent, als je dan ziet dat deze renner bijvoorbeeld minder last heeft van die intensiteit. Ja. Oké, dus de koers extra hard maken. Ja. Dat is wel interessant hoor, vind ik, want dat brengt me meteen van, dat bijvoorbeeld, dat was toen ook al in het nieuws volgens mij, Sunweb werkt samen met KPMG is het? Dat het, als ik het goed begrijp, is door het feit dat alle data nu zo beschikbaar zijn per renner, per individu, samen met alle informatie die je hebt over parcours en ook over tegenstanders vaak, dat je gewoon per etappe eigenlijk al een soort blauwdruk krijgt van deze etappe is geschikt voor onze renner X. En daarbij ook nog een beetje van hou in de gaten renner Y, Z van die en die ploeg, want die zullen nog ook wel goed zijn. En dat je daarbij zelfs tot aan het treintje toe, wat misschien voor de sprint nodig is, al helemaal van tevoren uit de data kan rollen. Zijn we inderdaad al zover dat dit op deze manier gebeurt? Ik denk dat we niet zover zijn dat het op deze manier gebeurt. In de zin van dat je echt heel zo'n koers kan voorspellen, want je weet niet wat er gebeurt en dat soort dingen. Ik denk dat het meer een soort advies is aan de ploegleider bijvoorbeeld. Ja. Of bijvoorbeeld, wie selecteren we voor welke koers? Alleen, als je dan zegt, dit kan ik ook een beetje met veel koers in zich bepalen, dan denk ik dat dat hier ook wel vaak het geval is. Hoor. Precies. Maar het is op het moment dat je niet gaat pionieren aan dit soort dingen, is het eigenlijk een soort stilstand. Dus het is wel supergoed om daar als ploeg mee bezig te zijn en te kijken. Weet je, je begint met de basisprincipes van, dit kunnen we misschien bepalen met koersinzicht. Alleen,
als de data dit ook kan, dan kun je met de data misschien een extra stap doen. En zolang je niet met die basis begint, ga ik nooit bij die extra stap komen. Ja, ja, precies. In die zin is het een beetje exploratief ook. Hè? Laten we eens kijken welke data we hebben, verschillende analyses draaien en dan kijken wat dat nieuwe inzicht dan weer oplevert. Ja, ja, ja. Ik denk dat dat het vooral is. Maar het gaat nooit... Ik denk dat wat ik soms zelf vind in met de ploeg... Kijk, het is heel sexy om wetenschap te verkopen. Oh ja? Ja, lekker. Ja, dat is een mooie... Zeg dat nog eens in deze podcast. Ja, maar heel veel ploegen en heel veel sponsoren. Kijk, maar uiteindelijk is het natuurlijk wel gewoon 95% wat de renner doet. En zo'n koers ga je natuurlijk nooit helemaal van tevoren kunnen voorspellen. Nee. Want ja, weet je, dat gaat gewoon niet. Ik denk alleen dat het hele kleine procentjes of dingetjes zijn die jou inzichten kunnen geven en je kans iets vergroten om die wedstrijd te winnen. Hey, ja. Hoe sta jij dan in het debat? Laat ik me even tussen aanhalingstekens zetten tussen de wielerfans, de romantici. Die zeggen, jongen, Teun, met al die vermogensmeters en al die data, dat maakt de hele koers kapot. Weg met die oortjes. De oortjes moeten weg. Ja, oortjes is nog wat anders. Weg met die computers. Maar volgens mij kan je allebei de kanten namelijk verdedigen. Waar sta jij in dat dilemma? Ik sta zeker aan de kant van we moeten zoveel mogelijk technologie doen en zoveel mogelijk de koers dat soort dingen gebruiken. Ja, meten is weten en technologie. Maar en hoe betoog jij dan dat de koers juist aantrekkelijker maakt? Nou ja, ik denk dat diezelfde mensen bijvoorbeeld nu staan te juichen om bijvoorbeeld Evenepoel of al die jonge gastjes die nu zo goed zijn. Ja. En we weten niet 100% zeker waaraan dat ligt, maar dat is waarschijnlijk wel omdat die nu veel gestructureerder trainen en veel meer al weten qua training. Door naar juist die powermeters en goed op hun voeding te letten en zo. Dus ik denk dat die bijvoorbeeld ik denk dat ook die jongens ook wel de koers ook wel weer heel interessant maken. Ja, dus jij zegt eigenlijk al die wetenschappelijke kennis, die heeft gewoon het wielrennen sowieso naar een hoger niveau geteld. In de breedste, in de breedste zin een beetje van het wielrennen. Maar ook juist dat je nu dus die jonge gastjes, de Pogacars en de Evenepoels, dat die nu al zo goed zijn. Dat heeft allemaal te danken is toch aan die wetenschappelijke kennis, waardoor je veel eerder weet of iemand een talent kan ontdekken en kan ontwikkelen. Ja, dat denk ik wel. En ook, kijk, dit komt natuurlijk een beetje van de oude dagen van Sky, dat ze met 8 man op kop reden en dan de Tour wonnen. Mm-hmm. Dat was ook een beetje saai. Ja. Alleen, komt dat door die vermogensmeters of komt dat omdat ze gewoon de beste ploeg hebben? Ja. En het meeste geld? Ja. Ja. Dan denk ik dat het laatste een veel grotere invloed heeft als... Kijk, ik zei, ik kan ook berekenen wat onze renner moet doen om de Tour de France te winnen. Maar ja, dan moet hij dat wel kunnen doen. Hij moet het wel doen. En ook nog de teamgenoten om zich heen hebben die mee kunnen tot het laatste moment. Ja. Nou ja, vandaar altijd dat... je hebt een bepaalde wielercommentator die behoorlijk daarop afgeeft. En altijd zit ze weer op hun vermogensmeter te kijken. En precies dat vermogen te trappen wat nodig is om... Terwijl ik denk van er zijn ook renners die helemaal niet op hun vermogensmeter meer willen kijken. Een weg stoppen, juist niet. Uiteindelijk moet het, je moet het toch maar kunnen leveren. Dus dat gevoel is volgens mij nog steeds leading. Toch? Dat zou moeten zijn. Precies. En wat ik net eens zei, op zo'n slotklim, of je nou 5.5 of 6.3 doet. Ja, dat is gewoon gevoel. Als Tom die etappe die hij dan met de beste mee finishte met 5.5 op 6.3 was gestart, omdat hij denkt, dat is waar ik altijd kan. Ja. Ja, dan had hij zijn eigen helemaal opgeblazen. Ja. Ja. Dus, weet je, het is niet zo... Ik denk dat het is niet zoals het helemaal gebracht is met het... Zo is het in de werkelijkheid niet, denk ik. En het zijn geen robots, hè? Roepen ze dan zelf ook iedere keer maar weer. Ja. Moeten die dag wel leveren. Ja, nou in de wedstrijd sowieso niet, zijn geen robots. Ze zijn sowieso geen robots. In training is dat wel een moeilijke balans altijd. Dus wat bedoel je daarmee? Dus hoe gecontroleerd moet je trainen dat ze zichzelf robots vinden en dat ze het niet meer leuk vinden. Ja. Maar waar wel een betere training is, of moet je ze helemaal vrij laten en hun eigen ding doen en dan zie je het ook heel vaak misgaan. Want dan gaan ze in groepjes rijden en dan rijden ze elkaar. Dan willen ze toch altijd laten zien wie het snelste die klimberg op kan rijden. En dan, precies. Weet je? Ik, ik, dus ruik,
Ik ruik hier een tip, Teun. Want uiteindelijk, we vinden het gewoon leuk om met jou te praten en over wielrennen te praten, over de toppers te praten. Maar de belofte van onze podcast is ook dat we op zoek gaan naar amateurs. Tips voor amateurs. Heb jij nou nog, naar aanleiding hiervan, inzichten over slimmer trainen? Met al je onderzoeken die je de afgelopen tijd hebt gedaan. Met de onderzoeken... Ja, ik denk dat het meer mijn ervaring is en wat ik heel veel zie. En ik denk dat jullie het ook vaak over het zwart-wit trainen hebben gehad. In jullie podcasten. Gepolariseerd, ik denk dat, 80-20, die hoek. Of ja. 90-10, ja. Ik denk, ondanks dat daar zoveel over wordt gesproken, dat nog heel weinig semi-profs, zeg maar, continentale renners, en misschien zelfs ook profrenners, dat toch doen. Omdat op het moment dat je in groepjes rijdt, waarbij ik niet wil zeggen dat je niet in groepjes moet rijden, maar uit mijn ervaring is dat je dan gewoon altijd toch wil laten zien wie het sterkste is. En dan toch dat klimmetje net hard oprijdt, waardoor je heel veel in die middenzone traint. Ja. Dus dat is wat jij net beschrijft bij die training van die profs, van robots enerzijds, anderzijds laat ze maar gaan. En dan eindigt dat dus in een grijze training waar iedereen elkaar toch even de hele tijd net zit op te jutten. Ja, dat denk ik wel, ja. En ik denk dat daar ook heel veel... Ja, semi-profs of jongens die fanatieke amateurwielrenners. Ja, daar toch, dat toch wel echt een valkuil is. Dus, denk het ook. Ja. Dus jouw tip zou zijn, stick to the plan. Maar aan de andere kant hoor ik ook, ja, het moet nog wel lollig blijven en leuk blijven. Ja, dus stick to the plan 5 dagen in de week en dan in het weekend lekker rammen. Lekker waar je zin in hebt. Ja. Ja, want je ziet ook al heel veel, dat is ook een tip, denk ik. Heel veel toppers doen meerdere disciplines. Crossen, op de baan, mountainbiken. Omdat het dat waarschijnlijk ook gewoon leuk houdt in de jeugd. Ja. Dus specialiseer niet te vroeg voor de talenten. Specialiseer niet te vroeg. Zorg dat je het leuk blijft vinden. Dat is veel belangrijker dan structureel je uren maken. Ja. Mag een stukje hardlopen daar ook bij? Of zwemmen? Ja, sowieso. Hardlopen ze helemaal in, volgens mij. Ja, veel wielrenners zijn aan het lopen. Ja, komt omdat Roglic blijkbaar elke dag 5 kilometer hardloopt of zo, of 10. En Pitcock kan er ook wat van, geloof ik. Ja, maar die heeft het ook nog nodig voor het veldrijden natuurlijk. Ja, voor het crossen natuurlijk. Ja. Alle crossers doen het sowieso. Ja. Dus, maar Jurgen, weet je wat ik hier eigenlijk tussen de regels door van Teun leer? We moeten dus wel die vermogensmeter aanschaffen. En niet zozeer om die 30 seconden intervallen beter te doen. Dat is ook een bijvangst. Mm-hmm. Maar om dus te zorgen dat we langzaam genoeg durven te blijven fietsen in onze laag-intensief trainingen, Teun. Is dat een goede conclusie? Ja, dat is denk ik zeker een goede conclusie, ja. Dat is toch even een functie van de vermogensmeter die ik nog even niet had gezien. En dat precies. Ja. Dat grijs trainen is toch wel... dat zit er toch... makkelijk in, hè? Je wilt toch een beetje moe thuiskomen. Ja, je wilt eigenlijk ook op Strava gewoon minimaal 30 gemiddeld zien, hè? Ja, Strava is maar ook inderdaad... Daar moet je vanaf stappen, sowieso. Ja. Dat is de grootste denkfout. En nog een tip dan, we kunnen hoeveel met hartslag trainen, maar hartslag is een beetje... Het gevaar van trainen met hartslag, waar ik de powermeter iets fijner vind, of beter is dat op het moment dat je heel erg vermoeid bent, dus dat komt ook uit mijn studies van in de grote ronde, zeg maar, wordt je hartslag wordt onderdrukt. Dus het is moeilijker om je hartslag in de zones te krijgen. Als je vermoeid bent. Ja dan blijft het risico. Ja, dan blijft hij dus laag. Maar het risico is dus dat je eigenlijk al vermoeid bent, maar dan denkt, oh, ik kan mijn zone niet halen. En dan nog harder gaat fietsen dan dat je eigenlijk zou moeten doen. En dan nog meer vermoeidheid opbouwt. Ja. Dus dan is het zeg maar, dan werkt het dubbel averechts. Want je hartslag is laag omdat die vermoeid is. Maar je wil dan toch in die hoge zones fietsen, wat dan eigenlijk niet meer lukt. Waardoor je nog veel te hard traint. Ja, dat brengt me eigenlijk tot de vraag die ik ook al had staan. We hebben het veel over vermogen. Vermogen is natuurlijk een objectieve maat, hè, zullen we zeggen. Kun je veel mee, je kan profiel, je kan zien waar moet er verbeterd worden. Maar jij meet veel meer bij, je krijgt veel meer input, denk ik, van renners. Hè. Wat meet je tegenwoordig naast, we hebben de RPE gehad, het vermogen. Wat komt er allemaal nog meer bij? Wat voor informatie krijg jij na een training van een renner binnen? Ook hierbij is natuurlijk weer altijd de vraag met hoeveel wil je verzamelen en hoeveel levert het echt op en hoeveel moeite kost het voor de sporter en waar doe je er echt mee? Mm-hmm. Dus wij hebben nu hartslag, ABI,
vermogen hebben we genoemd. Tijdens de wedstrijd kun je ook de lichaamstemperatuur tegenwoordig meten. Dat vind ik zelf heel erg interessant voor hitteacclimatisatie. Doen ze dat met een pil? Hoe de renners reageren op hitte. Hebben ze dan een pilletje geslikt met de thermometer in? Of hoe werkt dat? Nee, je hebt nu voor de core body temp monitor. Ja. En dat is eigenlijk hetzelfde als een hartslag. Die kun je aan je hartslagband doen. Dat is ongeveer even groot. Oké. Okay. En op basis van warmtestromingen meet hij dan je lichaamstemperatuur. En er is laatste studie uitgekomen om te valideren. En het werkt gewoon goed. Ja. Die temperatuurpil heb ik wel ook over nagedacht. En daar hebben ze bij sommige koersen ook wel mee gereden. Alleen het gevaar is dat als ze vallen, kun je er niet de MRI mee in. Huh. Nee. Oh, dat is even een interessant bijeffect. Ja. Ja, wel belangrijk. Ja, omdat het metaal is. Ja. Vandaar dat ze dat bijvoorbeeld niet gebruikten bij Ineos. Ja. Hey, en wat vertelt jouw real-time inzicht achteraf desnoods over de lichaamstemperatuur? Wat doe je daarmee? Bijvoorbeeld, de studies zeggen dat als je aan hitte wil acclimatiseren, moet je eigenlijk een lichaamstemperatuur hebben van 38,5 graden of hoger. Dus met deze meter, op het moment dat ze bijvoorbeeld voorbereiden voor Vuelta, in de weken daarvoor kan ik dus ook echt zien of dat ze die hitteacclimatisatie halen. Ja. Daar vind ik het vooral belangrijk voor. Want je wil dus zien dat ze uren maken of kilometers maken in hitte, of in ieder geval met een lijf wat heet is, zodat de transpiratie en de vocht en allerlei processen zich daaraan adapteren of zo. Ja. Ja, precies. Daar komt het eigenlijk helemaal op neer. En dan kun jij dus meten of de training kwalitatief goed genoeg is. Redden we het? Ja. Zijn we straks op tijd genoeg aangepast? Ja. Ja, daarvoor. En ik denk, wat ik zie, want het is vrij nieuw hoor, dit apparaatje. Wat ik zie is dat je als coach, of dacht ik zelf ook, het is buiten 30 graden, ik ga fietsen. Maar zolang je vlak fietst en wind hebt, daar heb je met fietsen dus niet bergop gaat, dan gaat je lichaamstemperatuur niet zoveel omhoog als dat je zou verwachten. Ah, ja. Dus daarvoor is het heel interessant. Ja. En plus in een wedstrijd is het interessant om je koelings... Daar zijn we nog minder mee bezig geweest, maar om je koelingsstrategie aan te passen, zeg maar. Ja, dat vind ik wel interessant, want tijdens een wedstrijd zie jij dan, of de ploegleider... Of ziet de renner, wil de renner het zelf ook weten? Of is zo deze informatie eigenlijk het meeste geschikt voor de begeleiding? Om dan te instrueren de renner van, hey, jij moet eens even wat water over je heen gooien of wat extra koud drinken. Hoe gaat het in de praktijk? Ja, het gebeurt nu vooral dat we er achteraf naar kijken. Omdat de UCI heeft nog steeds, als het goed is, verboden om data van de renner naar de auto te sturen. Ah ja. In zijn dus, algemeenheid. We mogen dat niet. Ja, het kan zijn dat ze dat 2 maanden geleden hebben veranderd, hoor. Maar dan moet ik eens even nakijken. Maar mooi. We hadden dus een heel ding met Sim. We hebben een keer klaar voor de ploegentijdrit. En toen 3 weken van tevoren werd besloten dat we het niet mochten doen. Ai. Want we zien af en toe op tv ook, hè? Live vermogensdata soms. Of soms snelheden sowieso, maar dat is van de motor. Maar zijn dus experimenten of zo. Dat mag in zijn algemeenheid niet. Ja, dus dat is dan weer anders, omdat het niet naar de auto gestuurd wordt, als ik het goed begrepen heb. En dan komt maar in de auto zitten ze er ook al te kijken, zie ik dan bij die Spanjaarden op Netflix. Dat klopt. Ik weet niet precies hoe dat zit, maar dat is van Velon. Dus alle ploegen hebben zich 11 ploegen hebben zich vertegenwoordigd en die verkopen dan die data weer. Oh, ja. Dus ik weet niet precies. Volgens mij loopt het ook iets achter en zo. Het idem dito voor die glucose patch, hè? Die is nu ook verboden. Ja. Vind jij dat interessante data? We hebben er een aflevering over gemaakt en toen kwamen we tot de conclusie, hoe kijk jij daarna? Ik ben er eigenlijk eerlijk gezegd nog helemaal niet mee bezig geweest. Oké, helder. Ik denk dat het meer vooral de voedingsdeskundige ook is, maar ik ben er niet mee bezig geweest. Naast temperatuur dan, heb je nog nieuwe dingen of denk je in de toekomst kan het interessante data opleveren voor sowieso een profrenner, maar wellicht ook voor een amateur? Zijn er nog? Ik denk voor amateurs vooral wat volgens mij bijna alle ploegen tegenwoordig voor doen is het gewicht. 'S Ochtends meten het gewicht na de wedstrijd en dan heb je ook een osmolarity meter. Die meten het aantal deeltjes in je urine. En op basis daarvan, van die 2 keer bepalen of je genoeg gedronken hebt. Ja. Dus dat doen we bij elke wedstrijd.
Hey, dat is ook leuk, want daar hebben we ook een aflevering over gemaakt. Met een belangrijke boodschap dat je vaak, maar dat ging dan wel over hardlopen, te veel drinkt als je niet oplet. Wat heb jij al inzicht in de data wat uit die structurele metingen komen? Uit deze data zelf niet. Wat ik zelf vind, is dat er wordt altijd heel erg gepusht op 1 liter per uur volgens mij. Ja. En er is heel veel discussie over in de literatuur. En over het algemeen komt er nu langzaam en zeker steeds meer bovendrijven dat drinken op dorstgevoel eigenlijk beter is. Of net, in ieder geval net zo goed is. Ja. Dus ik zou wel... Kijk, als je... Ja, ik denk dat je het wel in je achterhoofd altijd moet blijven houden. En ook als het wat minder warm is, vergeet je het toch heel snel. Maar die liter per uur... Ondanks dat ik geen expert ben, daar geloof ik minder in. Nee, precies. Maar en je hebt deze wegingen en osmolality tests. Die data heb je nog geen inzicht in. Maar daar moeten we je dus voor blijven volgen. Of mensen om je heen. Ik heb daar wel inzicht in die data. Maar dit wordt op de koers gebruikt door de voedingsdeskundigen. Om dan zeg maar 's avonds te zeggen van... Jij moet zoveel meer drinken. Dit is niet echt mijn... Nee, helder. Niet echt mijn werk, zeg maar. Hey. Dus wij... Ja, dus zo gebruiken we het. Ja, ja. En we hebben van onze Guido Vroemen wel geleerd over het CDA-naaltje. Weet je nog? Om live de aero-positie te meten. De pitotube. Ja, ja. Ben je daarin geïnteresseerd? Doe je daar iets mee? Ik heb er 2 papers over geschreven. Of eentje ligt nu bij Science Cycling. Kijk, dat wou ik zeggen. En wat heb je onderzocht? Ja, wij hebben dus eigenlijk onderzocht of dat die werkt. En? Kan je dat al zeggen? En, want dat ligt voor review, zeg je? Ja, nee, ja, dus uiteindelijk, we hebben er 2 gekeken, de 2 bekendste, de AeroPod en de Pitotube, of en de Noteshow. Die Noteshow, dus we hebben eigenlijk gewoon in de windtunnel, dus de windtunnel, dat is een hele grote ventilator, die kun je op 20 km per uur zetten. Nou, dan kunnen we met dat ding, want dat ding meet eigenlijk de wind. Ja. Dat is het doel van dat ding, want voor de rest zit er achter en een aantal andere. En dan kun je eigenlijk gewoon zeggen van ja, meet dat ding dan ook 20 km per uur, zeg maar. Dus dat hebben we gedaan. En die Noteshow, die was wel echt heel goed. Die AeroPod iets minder. Alleen, ze kunnen dus geen wind van hoeken meten. Dus als de wind van de zijkanten komt, kunnen ze dat eigenlijk allebei niet meten. Dus uiteindelijk is het alleen maar betrouwbaar, die Noteshow dus, op het moment dat het buiten echt heel windstil is. Oké, ja. Ja, want dan... Ja, precies. Als het wind stil is, dan is alle wind die meet, is rijwind. En dus kun je dan iets afleiden over hoe... vermogen zich tot snelheid verhoudt. Ja. Ja. En binnen op de baan werkt hij ook wel echt heel goed. Ja. Alleen, het domme is dus eigenlijk weer dat het ding bedoeld is om de wind te meten. En als dan wind stil is, dan meet hij dus dan is het eigenlijk alleen maar een formule die hij oplost. Ja. Dus ja. Dus eigenlijk, mochten we ooit een aflevering maken over moeten we zo'n tube zinvol of onzin, ik hoor hem al aankomen. Voorlopig niet. Ja. Voorlopig, maar ik weet dat Noteshow Connect is bezig met eentje te maken die ook buiten kan meten. En er zijn 1 of 2 nieuwere op de markt die ook zeggen dat ze die hoeken kunnen meten. Ja. Dus ik denk dat we over een jaar of... Ja, ik denk als die op de markt komen, dat het dan wel gewoon echt kan buiten. En daarbij blijft het nog steeds wel interessant om, als het wind stil is, het is wel gewoon een hele makkelijke manier om je CDA te bepalen. Ja. Dus als je echt tijdrijder bent, is het wel... Ja, het geeft wel echt heel veel informatie met vermoeidheid. Kijk, wij doen alleen maar in de windtunnel en zitten of op de baan 5 minuten zo'n rondje. Maar het is natuurlijk interessant, wat gebeurt er na een half uur? Ja. Maar gebruiken wielrenners die ook echt gewoon in een, bijvoorbeeld bij een tijdrit wat je noemt, dat mensen toch willen weten, hey, heb ik nog steeds mijn beste aeropositie? En die kunnen dan natuurlijk aan de hand van die meting. Of geeft het te veel gedoe? En je hebt natuurlijk dat metertje moet je plaatsen. En je moet erop je moet het getal ergens zien en kunnen interpreteren. Of is het meer een trainingsinstrument? Ja, ik heb het in mijn verleden. Wij hebben juist dit onderzoek toen gedaan. Dus 2 jaar geleden, 3 jaar. En juist omdat we wouden kijken om het op deze manier te gaan gebruiken. Dus verder heb ik tot nu toe geen ervaring mee. Ik weet dat wij bij Injos met een bedrijf werken die er eentje aan heeft of aan het ontwikkelen is, die wel die hoeken kan meten. Dus ik denk dat het van tijdrijden echt heel interessant kan zijn, mits het goed werkt, zeg maar. Ja. En dus ook voor een triatleet uiteindelijk. Ja. Komt eraan. Het is toch een beetje futuristisch. En plus natuurlijk, ondanks dat het dan buiten wind stil is, het is wel,
uiteindelijk zelf wil de formule oplossen en de hoogte precies allemaal meten, dat werkt niet. Dus op die momenten werkt het nog steeds heel goed natuurlijk, ook nu al. Ja, ja. Ja. Helder. Interessant. Ja. Wat is nog meer een interessante innovatie of onderzoekshoek waar jij op dit moment naar kijkt of geïnteresseerd in bent? Ik ben nu een beetje bezig met heel veel meer in de data te kijken. Eigenlijk gewoon de data beter te analyseren. Meer diepgang in de data. Dus hoe trainen ze en zo. Dat is eigenlijk nu mijn doel de komende maanden meer. Daar heb je echt, dat is eigenlijk niet echt iets nieuws. Is er nog steeds mensenwerk of kunnen algoritmes al heel veel voor jou betekenen? Ik denk dat het altijd mensenwerk gaat blijven. Hmm. Vooral omdat wat ik dus over die loodmaten bijvoorbeeld. We denken dat lood heel erg van invloed is op performance, zeg maar. Dus het idee is dat jij meer traint, word je beter. Als je te veel traint, word je minder, zeg maar. Mm-hmm. Alleen dus, ik denk dus dat bijvoorbeeld die loodmaten eigenlijk nog niet goed genoeg zijn. Waardoor dus de algoritmes daar ook niet op werken. Is dat een antwoord op je vraag? Ja, deels. En loodmaat, ik moet toch iedere keer even denken, ben je aan vissen. Maar dat is inderdaad dat je TSS ook belasting, hè, je trainingsstress. En je zegt, die waarde staat eigenlijk heel centraal in allerlei toeltjes en algoritmes en grafieken. Maar die waarde wordt eigenlijk, jij bent het als wetenschapper nog niet goed eens met hoe die waarde nu berekend wordt. Ja, precies. En dus je hebt bijvoorbeeld in Training Peaks, kun je vertellen overal, heb je die performance chart. Ja. Die dan zegt, als je zoveel trainingen doet, dan ben je, of als je zoveel TSS doet, dan ben je topvorm op dat moment. Ja. Dat is, nou laten we zeggen, dat is een heel simpel algoritme trouwens wat erachter zit, want er zijn twee formuletjes. Heel veel mensen geloven daarin, terwijl ik al niet, zeg maar, in TSS, of niet in TSS geloof is niet waar, maar dat ik al denk, die TSS-maat moet beter. Laat staan dat we op basis van die maat kunnen bepalen hoe fit iemand is of hoe goed iemand is. Ja, precies. TSS, hè? Training Stress Score, oftewel de belasting. Maar dat is eigenlijk wel super interessant. Dat is heel fundamenteel werk eigenlijk, hè? Onder de sportswetenschap op dit moment. Ben ik wel vaker achtergekomen dat de sportwetenschap op veel vlakken nog in de kinderschoenen staat. Ja, daar is alleen de trainingspeaks wil natuurlijk gewoon een model verkopen. Ja. En één dingetje waarom het mij tegenspreekt ook, is dat jij, als je dus 100 punten krijgt, 100 TSS punten, laat even bij TSS houden. Ja, die 100 punten kan ik natuurlijk verzamelen door 3 uur heel rustig te fietsen of 1 uur super hard. Ja. Maar uiteindelijk in het model krijg ik dezelfde 100, hè? Ja, dat klopt, dat herken ik. Dat maakt niet uit. Nee, dus dan hoe kan die uitkomst van die twee trainingen hetzelfde zijn op mijn vorm? Ja, dat is grappig. Ik vertelde jou dat net al even off-air. Maar inderdaad, het viel mij op als je wandelingen logt in bijvoorbeeld Strava. Als je gaat 4 uur hiken, dan krijg je inderdaad ook een enorme TSS. En dus ook een enorme piek in je fitheid. Terwijl ik dan denk, maar dit is toch niet hetzelfde als inderdaad 1,5 uur marathon tempo stampen. Maar precies. Dus ja. Jeetje, wie moet dit gaan doen, Teun? Wie gaat dit fundamenteel wetenschappelijke werk verzetten voor ons? Nou, ik zou het graag doen, maar dan heb ik funding nodig. Ja. En dat is vaak een probleem. En dat is bijvoorbeeld, ik heb al mijn onderzoek allemaal in mijn eigen tijd gedaan eigenlijk. Of in ieder geval totdat ik naar Stellenbosch ging, totdat ik naar Zuid-Afrika ging. Ja. En je ziet dat het vrij fundamentele dingen zijn die ik heb gedaan. En om dit soort dingen echt uit te zoeken, moet je je moet echt sportwetenschappers hebben die daar geld voor hebben om dat te onderzoeken. Alleen maatschappelijk gezien, als jij 1 miljoen mag uitgeven aan onderzoek, doe je dat aan iets aan gezondheid of om dit te verbeteren? Ja, dan wordt er natuurlijk vaak en ook wel terecht voor gezondheid gekozen. En hebben de Strava's en de Training Peaks bedrijven van de wereld, die natuurlijk ons deze scores geven, de belang bij dat die score verbetert? Of is dit voor hun wel prima? Want anders denk ik, dan zit daar de funding, toch? Ja. Als ik heel eerlijk ben, denk ik dat die het zo wel prima vinden. Ja, maar waarom? Help ons eens begrijpen. Waarom maakt dat hun niet zoveel uit? Nou ja, kijk, voor hun, voor de hun willen aan de amateur verkopen, zeg maar. Ja, ja. Eigenlijk. En die duikt daar niet zo in zoals ik daarin duik. De amateur. Dus precies. Die als Whoop een of andere nice, mooie recovery score geeft. Ja, dan die amateur die denkt, mooi getal. Ja, ik duik erin en denk, dat getal, dat klopt niet. Ja, daar hangt minder vanaf.
Dus ja. Dus ik denk dat hun doelgroep, ja, die zijn niet zo kritisch. Maar dat is dus ook voor iedereen die een roep. Ja, ik hun doelgroep is onze doelgroep. Ja. Maar ja, nee, maar je hebt wel gelijk. Ik bedoel, het is niet onze professionele broodwinning. Ja. Het is niet een Tour de France of een Vuelta die we rijden. Nee. Maar dat is ook een tip dus eigenlijk naar alle luisteraars van... weet wat je meet eigenlijk. Hè? Of wat de getallen in de trainingspeak of Strava of de Whoop of de HRV. Wil je je stoppaardje even kwijt van Tevelen? Ja. Misschien moeten we goed naar ons gevoel luisteren, of niet? Gevoel is belangrijk, zeker, ja. Ja, ik denk dat het wel echt als je 's ochtends wakker wordt en denkt, ik heb echt geen zin om vandaag te trainen en er staat 5 uur op mijn schema, dan denk ik, ja, ik ga gewoon lekker niet trainen. Ja, nee. Ja, ook al zegt Training Peaks dat het zou moeten kunnen. Ja, ja precies. En kijk, als het is omdat het buiten slecht weer is, en kijk, dan is het een ander verhaal. Maar als je echt lichamelijk denkt, ja, ik denk dat je gevoel ook al echt heel belangrijk is, ja. Mooie afsluiter wat mij betreft. Ja, hè? Dit wil ik altijd horen. Dat is altijd jouw punt. En dan zijn we toch terug bij de uitkomst van aflevering 1. Nou, maar precies. Ik heb wel een nieuw inzicht. Misschien ga ik toch sparen voor een vermogensmeter. Ja. Maar dan om vooral heel rustig te trainen. Ja. Ja. Zeker. Ja, en je kan dus met de vermogensmeter echt heel mooi bepalen of je verbetert. Ja. Want je kan gewoon dat blokje doen. 5 minuten volle bak. Ja. Doe je nu. Je gaat 3 maanden trainen. Je doet weer 5 minuten volle bak. Ja. Hey. Ik doe nu, eerst deed ik 300 watt, nu doe ik 320. Hey, ik ben 20 watt beter geworden. Ja, precies. Nou. Misschien moeten we maar eens gaan sparen voor een mooi kerstcadeautje. Hey, dat is een mooi bruggetje. Ja. Vrienden van de show. Zullen we afsluiten? Teun, is er nog iets wat jij heel graag wilde vertellen hier in de podcast? Of zeg je, ik heb wel veel mooie dingen kunnen delen. Ik heb veel tips gehoord. Volgens mij heb ik veel mooie dingen kunnen delen, maar ik kan uren kletsen hierover. Ja, dat merk ik. Ik vond het hartstikke leuk. We vinden het ook heel leuk dat je bij ons bent, dus ik wil vast even 1 ding secure hier. Mochten er nou heel veel leuke vragen van kijkers en luisteraars komen, of van Jurgen en mijzelf, mogen we jou nog eens terugbellen? Ja, maar zeker. Ja, nou, ik denk meteen, stel dat Sky, er was natuurlijk Sky even... Sky staat niet meer, hè? Ja, Ineos, de laatste jaren werd het toch allemaal iets minder. Dus mocht volgend jaar Ineos weer gewoon top of the bill helemaal zijn... Ja, dan weten wij waar het aan ligt. Dan weten we je te vinden, Teun. Dan willen we wel even de magic fingers van Teun wel eens horen van wat hij precies gedaan heeft. Ja, we gaan het 10e jaar. Ik denk Pogacar ook liefst slaan wat een hele thuis. Maar jij hebt geen prestatiecontract. Lees van als het allemaal toch nog niet zo opgaat, dan niet zo vlot gaat dat jij mag vertrekken. En, ben je aangesteld voor 1 jaar of hoeveel jaar gaat het uiteindelijk om? Heel veel van die contracten zijn soort van independent contractors, soort ZZP-basis. Oh ja. Omdat bijvoorbeeld het is een Engels bedrijf en heel veel ploegen doen dat. Bij Sunweb was het niet zo trouwens. Omdat ze anders voor 30 verschillende landen moeten gaan uitzoeken hoe ze belastingen moeten betalen. Ja. Is het gewoon op ZZP-basis. Dus ik stuur een factuur voor mijn per maand, zeg maar. Oké, nou heel veel succes daar. Ja, dank voor je openheid en je mooie inzichten. En ik denk dat we bijna wel als Nederlanders trots op jou kunnen zijn. Hè? Als onze bewegingswetenschapper Living the Dream bij een van de betere wielerploegen. Ooit de beste, dit jaar geloof ik niet meer. Maar misschien komend jaar weer wel, dan mede dankzij jou, Teun. Dank je wel. Zou mooi zijn. Geen dank. Ja, alle luisteraars die nu denken, hey, maar ik heb wel een vraag. Of ik ben het ergens mee oneens. Of jullie hebben toch weer mijn favoriete vervolgensmeter niet goed zitten promoten. Je kan reageren op deze afleveringen. En dat kan op een aantal manieren. Via social media zijn wij te vinden als de @slimmerpodcast op Twitter en Instagram. Als je het nog niet gedaan hebt, zorg even dat je ons gaat volgen. Want dan krijg je iedere vrijdagochtend een post in je feed met onze nieuwste aflevering. En daar kun je natuurlijk op reageren en die kun je doorsturen. Of je kunt ons vinden op onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je van iedere aflevering, dus ook van deze, een linkje wat je kan doorsturen aan je beste vrienden, aan je trainingsmaatjes en aan al je collega's bij Ineos die Nederlands verstaan, Teun. Slimmerpodcast.nl is dat en daar kun je ook reageren. Of je kan ons een mail sturen via post@slimmerpodcast.nl.
En ik zei het net al even, als je nou een bijdrage wil leveren aan Jurgen en mijn vermogensmeter bij de kerst, dan kun je ook vriend van de show worden. Kun je een kleine donatie achterlaten op vriendvandeshow.nl/slimmerpodcast. En dat vinden we natuurlijk heel bijzonder. En volgend jaar, op weg naar onze 100ste aflevering, komen er ook wel wat speciale perks aan voor onze vrienden. Dus als je het nog niet bent, zorg dat je snel wordt. Tot zover. Dankjewel, Teun. Dank, Teun. En dank. En Jurgen, tot volgende week. Tot volgende week. Hoi, hoi. Hoi.